Dag iedereen en welkom bij mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag gaan we het hebben over de spanningsvolger. Spanningsvolger is een op-amp-schakeling waarbij dat wij negatieve feedback gebruiken om de versterking in te stellen op een factor van 1. Uitgang zal dan een versterking zijn van de ingang. Ingang wordt gewoon versterkt met een factor 1. Dus de uitgangsspanning is even groot als de ingangsspanning. En we gebruiken om signalen van sensoren te kunnen doorgeven. We noemen dit een spanningsvolger, maar het staat ook bekend als buffer of een unity gain amplifier. Dus als we het hebben over unity gain, houden in je achterhoofd dat we het hebben over de spanningsvolger. Nu, waarom maken we precies gebruik van de spanningsvolger? Nou, we doen dit om schakelingen te ontlasten. Dus, stel nu dat je hebt hier een bepaalde sensor en hier een bepaalde schakeling waar dat het signaal van die sensor naartoe moet. Vaak kan die sensor niet genoeg vermogen leveren als dat die tweede schakeling hier nodig heeft voor het signaal te interpreteren of wordt die signaal te klein door voor de lengte van die kabels. Wat gaan we dan doen? We gaan dan die buffer gaan tussenplaatsen. En we weten van die op-amp dat die ingang hoog impedant is, dus dat we een heel grote weerstand hebben aan de ingangen van de op-amp, zodat daar geen stroom in gaat. En langs de uitgang hebben we een heel lage weerstand, heel lage uitgangsweerstand, dus we kunnen heel veel stroom uit gaan sturen. En al die energie, ja, die komt van de voedingsspanningen waar die op-amp is op aangesloten. Dus, als we een probleem hebben met een bepaald circuit, bijvoorbeeld als je ingang en je uitgang circuit aan elkaar schakelt dat er ergens iets verkeerd is, dan is het heel vaak gemakkelijk op te lossen gewoon door daar zo een buffer tussen te zetten. Wordt het eerste circuit ontlast, moet dat niet zoveel vermogen sturen naar de ingang van het tweede circuit. En het tweede circuit kan zoveel trekken als dat het wilt, omdat die op-amp dat toch kan leveren.